En dat is dus, en dan is er nog een derde aspect, en dat is al bekend van de conventionele stoppen trouwens. Ja, nou, ik zie een kleine beweging daar. En dat is het laatste aspect, dat is al met vaccins tegen coronavirussen vastgesteld. Soms wordt door het krijgen van het vaccin de intensiteit van de ziekte die je daarna krijgt als er werkelijk coronavirus bij je binnenkomt, wordt erger. Dat heet antibody-dependent enhancement van de ziekte. Enhancement is versterking. Wat er dan gebeurd is, je hebt een vaccin gegeven en die heeft wel gezegd, joh, ik ga dat antigen, dat spike, die spike ga ik maken, maar die maakt een beetje een kreupele spike. En vervolgens gaat jouw immuunsysteem antilichamen maken die ook een beetje kreupel zijn. En dan komt de werkelijke virus komt in zijn volle glorie binnen. En dan werken die antilichamen, in plaats van dat ze zeggen, kleverig verbandje, ik zal je helpen, je doet niks meer. Is het kleverig verbandje, oh, zo kan je nog makkelijker een cel inkomen. En die helpen die virusdeeltjes de cellen juist in. Dit is niet iets wat ik verzin, zoek het maar op Wikipedia. Dit gebeurt gewoon. En dat is niet het enige mechanisme. Er zijn ook cellen die hebben ons lichaam en die zijn bedoeld om de zaak op te ruimen. En in plaats van dat ze dat ding binnenkrijgen op opruimen, zeggen ze, oeh, dat ziet er eigenlijk best wel goed uit. En die geven dat virusdeeltje de kans om de cel die het eigenlijk zou moeten opruimen, om hem te gebruiken om zich te vermeerderen. Dan zijn we natuurlijk ook precies verkeerd om bezig. Daar gaat onze vuilnisdienst. De vuilnisdienst zelf begint ons aan te vallen. Of helpt in ieder geval de aanvallers. En dat is dus wat, wat ons te wachten staat met dat vaccin. Er is heel wat gedachten zijn er ingegaan. Maar het is gewoon uiteindelijk experimenteel om zelf aan ons eigen lichaam een antigen te laten aanmaken en dan te zeggen, nou dat activeert je immuunsysteem wel. Ja, dat doet het inderdaad ook wel. Maar of dat de activering is die je wil hebben en of dat ook maar enige bescherming gaat opleveren, dat weet heel eerlijk gezegd niemand. En wacht af tot dit najaar komt, dan komen de eerste corona's volgens het onderzoek in Glasgow weer langs. En tegen de tijd dat we maart, april, mei hebben, wordt het groot feest. En hier sluit ik mee af. Hey. Hoe zie jij shedding? Daar heb ik veel over. Shedding. Nou, dat is echt reëel. Wat er namelijk gebeurt als jij... Wat is dat? Shedding. Ik zal eerst uitleggen wat shedding is. Shedding, als je mazelen ben je waarschijnlijk wat meer mee bekend. Als kinderen mazelen hebben, dan krijgen ze op een gegeven moment huiduitslag. En op het moment dat ze die huiduitslag net hebben, en ze zijn in de buurt van andere kinderen, krijgen die mazelen ook. Dat is onderzocht door een Italiaans onderzoeker, Livano, in, ik meen 2015, heel grondig. Er zijn 6 dagen, als een kind mazelen heeft, van 3 dagen voordat de huiduitslag doorbreekt, tot 3 dagen nadat die doorgebroken is, dus totaal 6 dagen, dan verspreidt het kind dat virus. Dan kunnen anderen het oppikken. Dan zit er zoveel binnen, het is nog niet opgeruimd. Dat zou je shedding kunnen noemen. Als je een vaccin krijgt, een mazelenvaccin, kun je ook, als dat virus wordt aangemaakt, kun je het ook shedden. Dan kun je het Engelse woord voor gewoon loslaten. Verspreiden. Ja. En nou maak je een heleboel spike-eiwit door dat mRNA-vaccin. Dat spike-eiwit, dat is een klein stukje van de jas van het hele virus. Als het virus intact zou zijn, dan zou je een DNA of een RNA-streng hebben van ongeveer 30.000 nucleotiden. En die coderen een complete dichte jas met een heleboel spijkertjes erop. Nou krijg je een pieterpeuterig stukje en die codeert 1 zo'n spijker. Die spijker wordt in belachelijke aantallen gemaakt. Die komt in je bloedbaan. En op een gegeven moment heb je er zoveel van. Dat spul, net als met mazelenvirus, dat ga je uitademen. En dat ga je aan anderen doorgeven. Dat is shedding. Ik had toevallig net een vriendin van ons, die belde ik afgelopen week op. En die zei, joh, er is me wat overkomen. Mijn eigen menstruatiecyclus, die was nog, het begin daarvan was nog een week weg. En ik had een vriendin, die was net gevaccineerd. Maar die geef je even een huk als je weggaat. Ze zei, een dag later begon mijn menstruatiecyclus. Ze zei, ik heb toch wel het vermoeden dat ik wat van een cadeau gehad heb. Ze is net gevaccineerd en ze begint met die spike-eiwits aan te maken. Of zoals misschien in de loop van die week daarvoor. Dus er zijn, en dit is niet het enige geval. Dit heb ik heel veel gelezen inmiddels. Je geeft dat spike-eiwit door, als je er voldoende van hebt aangemaakt. Kijk, hoe lang duurt dat? Is dat een paar dagen na vaccinatie? Nou, kijk, of is het blijven? Daar heb je weer zo'n vraag. Als het mazelen was, dan kon ik het je vertellen. Want mazelen is een
zal ik maar zeggen, een regulier, een goed bekend virus, daar weten we het van. Daar is het 6 dagen. Maar nou heb je niet het mazelenvirus waar ons lichaam goed mee weet om te gaan en af te maken. Maar nou krijg je vetbolletjes. En wat doen wij met die vetbolletjes? Dit is in de hele evolutie nog nooit gebeurd dat wij een spuit vetbolletjes binnenkrijgen. Hoe gaan we daarmee om? Wanneer worden die dingen, wanneer zijn ze opgelost? Doet een hartcel, lost die een vetbolletje even snel op als een hersencel? Wie zal dat zeggen? En daarom is het nu veel en veel minder voorspelbaar. Je kan alleen maar zeggen, die shedding begint op het moment dat de eerste cellen dat die vetbolletjes binnen hebben gekregen, ontdaan hebben van zeg maar het jasje en het mRNA zijn begonnen te laten werken. En dat de eerste spikes er zijn. Maar hoe lang dat doorgaat, ik las een stukje van, dat was in Boston, Massachusetts. Daar werden van een ziekenhuis, ik ben even de naam nu kwijt, het Brigham and Women's Hospital. Daar werden 13 medewerkers van het ziekenhuis werden gevolgd. De eerste spuit en een maand later kregen ze de tweede. En 29 dagen na de eerste spuit was bij een van de 13 een vrouw. Want ze keken dus in de loop van die dagen wat er in het bloed nog te vinden was. Hoeveel spijkeiwit en hoeveel antilichaam tegen het spijkeiwit. Die twee werden gemeten. En toen bleek dat ze na 29 dagen nog steeds aantoonbaar spijkeiwit in de bloed had. Oh, dat is wel een beetje lang. De anderen hadden dat niet meer. Dus met andere woorden, het gaat ook niet bij iedereen gelijk op. We zitten daar gewoon met een hele grote onzekerheid. We weten het eigenlijk gewoon niet. Dus je moet voorzichtig zijn. Als jij tot de risicogroep behoort en jij kan, als jij trombose krijgt, kan het erg kwalijk uitpakken bij je. Dan zou ik wil niet rot doen, maar dan zou ik toch aan mensen vragen, joh, ben je gevaccineerd? Heb je gezien dat anderen op jou reageren? Ja? Weet je, dan kom ik nu even nog niet. Je hoeft niet rot te doen, maar... Ik ben ergens in een groep geweest afgelopen weekend. En toevallig op dat moment werd ik ongesteld. Ja, dat is... En nou, ik had meer bloedstolsels. Ja, dat klopt. Wat ik normaal niet had, nee. Had ik tot de laatste dag. Het is juist de oorzaak, die bloedstolsels. Er is een hele mooie video op het moment. Die heeft Del Bigtree gemaakt met een Canadese arts. Ik meen dat hij Huntington heet. In Alberta in Canada. En dat is een expert op het gebied van de lining, de band van de baarmoeder. En hij zegt, op het moment dat jij dat spijkeiwit binnenkrijgt, die wand van die baarmoeder, als die helemaal intact is, een ontzettend gevoelig vlies. Op het moment dat dat goed door bloed blijft, dan wachten tot het moment dat het een tekentje krijgt, nu mag je los. Nou komt er wat van het spijkeiwit binnen en die veroorzaakt ter plekke daar een paar stolseltjes. Dan zegt men, het is nu al helemaal mis. En die gooit het er meteen uit, dan ben je ontsteld. En dat is kennelijk de werking van het spijkeiwit in de menstruatiecyclus. Dus je bent dus niet onvruchtbaar, maar je gooit dat vlies eruit. Dat is op zich ook nog niet erg, want je maakt wel weer een nieuwe. Maar op dat moment, als daar stolsels in komen, stoot je lichaam het af. Dat is wat ik van deze arts begrepen heb. Oké. Zal ik gaan eindigen? Ja, dank je. Zo'n...